Monique Pool, voorzitter en oprichter van de Green Heritage Fund Suriname, heeft woensdagavond de 10e Vedanta-prijs ontvangen. Zij is voor haar buitengewone inspanningen op het gebied van natuur en milieu in Suriname gewaardeerd. De Vedanta-prijs is uitgereikt door de stichting Nan Adin Fonds. De prijs wordt uitgereikt aan personen die excellente prestaties leveren in de geest van Vedanta, de filosofische tak van het Hindoeïsme. Paul is heel blij met de prijs en gaf aan dankbaar te zijn voor alle steun die ze vanuit elke hoek van de samenleving heeft ontvangen. Heel veel mensen in Suriname op heel spontane wijze mij nog steeds ondersteunen. En ik ben daar heel erg dankbaar voor. Dus niet alleen voor de mensen die echt direct in contact zijn, maar ook mensen die wildvreemden die me aanschieten op straat en zeggen van, bent u niet die mevrouw? En ik zeg, ja, oh, mag ik een foto met u maken? Nou, dit zijn echt geweldige momenten. En dat bewijst voor mij toch dat dat het leeft bij de Surinaamse gemeenschap. En ik denk wat belangrijk is, is de volgende stap, is dat wat leeft, dat je dat vervolgens ook in je handelen gaat uitdrukken. Want ik merk dat er nog veel gespletenheid is. Mensen zeggen dingen, maar ze doen niet. En ik denk dat dat een volgende stap zou kunnen zijn. Anneke Jadien, voorzitter van de stichting Nan Adin Fonds, die de prijs aan Paul uitreikte. Is filosofie heel erg praktisch, omdat je de kijk op het leven, je handelen en denken beïnvloedt. Hij gaat hierop nader in. In de Vedanta gaat het erom dat spirituele waarden, die tijdloos en universeel zijn, worden geplaatst boven religieuze tradities, die altijd tijd en plaats verbonden zijn. Tradities benadrukken de onderlinge verschillen, terwijl met waarden de dieperliggende eenheid wordt benadrukt. Plaatsen we dus de religieuze tradities boven spirituele waarden, dan ontstaat de voedingsbodem voor godsdienstige conflicten. Dit verklaart meteen ook waarom een godsdienstig iemand niet per definitie ook een spiritueel iemand hoeft te zijn. Kan samengaan, hoeft niet. Het gaat immers niet om het aanhangen van een juist geloof, maar om het etaleren van het juiste gedrag. De bedoeling van de Vedanta is dat ieder in zijn eigen religieuze traditie een verschijningsvorm gaat zien van één diepe werkelijkheid. De Vedanta verwerpt uniformiteit en huldigt eenheid en verscheidenheid. In de gelijknamige essay, geschreven door de oprichter van deze stichting, Jan Adin, in 1957, heeft hij dit concept uitgediept en toegepast op onze plurale samenleving. Rakesh Adin, voorzitter van de stichting Nan Adin Fonds. Hij sprak tijdens de uitreiking van de 10e Vedanta-prijs aan Monique Pool. Woensdag werd dus de 10e Vedanta-prijs ontvangen voor haar buitengewone inspanningen op het gebied van natuur en milieu in Suriname. Paul houdt zich bezig met duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Zij was in 2015 ook een van de CNN-heroes voor het redden van honderden luiaards en miereneters.